is een signeersessie. Ik schat 170 ballen dat er moeten gesigneerd worden. En dan vermoed een 120 truien. Dus daar gaan ze wel een tijdje zoet mee zijn. Hallo, coach, oké, hè? Oké, hè? En de zaal beneden heel veel van achter. Versie en korter inderdaad. Op het traject is ook iets korter, omdat ik helemaal nacht en allemaal een keer moet schrijven. Dan zal hier in de stapel zo zitten. Dus ik probeer een iets kortere versie van mijn aantekening. Ik vind dat heel plezant en voor de supporters doen we alles. Dus het is voor ons gewoon deel van het werk. Geen enkel probleem. Huppa, nog eentje. Hè. Ik vind dat tof om mijn handtekening te oefenen. Dat is deel van de job. We doen dat graag, hè, Dries? Heel graag. 1250. 1251. Extraordinaire. Non, ça va. C'est juste qu'il faut faire la file, quoi. Le même nombre de signatures que tout le monde. C'est pour la bonne cause. Donc ça va. Ja, dat hoort erbij. Dus, ook bij de clubs zie je dat er meer en meer acties op touw gezet worden voor de supporters en voor de fans. Dus, dat hoort er gewoon bij. Maar je ziet, de sfeer zit er wel in. Dus, het is altijd wel plezant. Timmy, arrête de parler, signe. Moussa is echt een goede tekenaar. Moussa is een tekenaar. Ja, ja, ja. Je moet daar eens naartoe gaan. Ik kan goed tekenen. Nee, dat is gewoon chill. Ik kan met je ploegmaat spreken en zo. Dat is wel leuk. Voor de rest is dat gewoon tekenen. Bij Vertop moeten we dat toch doen elke week, zo'n stuk of 20 truitjes. Dus het gaat wel een beetje gewoon. Als je weet dat er elke keer als we thuis spelen, dat er 50.000 mensen komen naar het stadion en zo. Dat je dan truitjes kunt tekenen. Ik denk dat dat gewoon een soort van waardering is van ons naar hun toe. De steun in de afgelopen jaren, hetgeen wat we gepresteerd hebben. Ik heb overal hebben we zo'n kartonnetje. Ik moet elke keer daar het juiste aantal bij hebben. Hè. En dat klopt perfect. Alles is teruggekomen. Het is goed verlopen. Sessie. Ik schat 170 ballen dat er moeten gesigneerd worden. En dan vermoed een 120 truien. Dus daar gaan ze wel een tijdje zoet mee zijn. Hallo, coach, oké, hè? Oké, hè? En de zaal beneden heel veel van achter. Dat is altijd wel plezant. Timmy, arrête de parler, signe. Moussa is echt een goede tekenaar. Moussa is een tekenaar. Ja, ja, ja. Oh, je moet daar eens naartoe gaan. Die kan goed tekenen. Nee, dat is gewoon chill. Ik kan met je ploegmaat spreken en zo. Dat is wel leuk. Voor de rest is dat gewoon tekenen. Bij Vertop moeten we dat toch doen elke week, zo'n stuk of 20 truitjes. Dus. Versie van mijn aantekening. Ik vind dat heel plezant. En voor de supporters doen we alles. Dus het is voor ons gewoon deel van het werk. Geen enkel probleem. Huppa, nog eentje. Hè. Ik vind dat tof om mijn handtekening te oefenen. Dat is deel van de job. Wij doen dat graag, hè, Dries? Heel graag. 1250. 1251. Extraordinaire. Non, ça va. C'est juste qu'il faut faire la file, quoi. Le même nombre de signatures que tout le monde. C'est pour la bonne cause. Hein. Donc ça va. Ja, dat hoort erbij. Dus, ook bij de clubs zie je dat er meer en meer acties op touw gezet worden voor de supporters en voor de fans. Dus, dat hoort er gewoon bij. Maar je ziet, de sfeer zit er wel in. Dus,
Ik heb een lange versie en een kortere inderdaad. Op het rijk is ook iets korter omdat ik helemaal mijn achternaam elke keer moet schrijven dan dat hier in de stapel zal zitten. Dus weer een iets kortere.